Welkom bij de Corine van Zoelen podcast, jouw wekelijkse kijk op een nieuwe wereld. Met vandaag Sabrina van den Berg. Aarde is gewoon het tweede chakra in het lichaam van God. We hebben allemaal eenzelfde soort verlangen naar liefde en verbondenheid. Welkom bij podcast 248. In deze podcast interview ik Sabrina van den Berg. Ik heb haar eerder al geïnterviewd. Een keertje over de Gosha's, een keertje over de Human Design. En vandaag gaan we weer verder in op de Human Design en op de energie die er allemaal heerst. Het is een hele interessante podcast. Je moet wel al wat van Human Design weten. Wil je het misschien allemaal kunnen volgen? Maar Sabrina is een reflector en zij is al sinds 2007 verdiept ze zich eigenlijk al in Human Design en in Gene Keys. Zij begeleidt dan ook heel veel andere mensen om te ontdekken wie ze zijn binnen Human Design en vanuit Gene Keys. En dat doet ze ook echt supergoed, kan ik je zeggen, want ik heb mezelf ook ooit laten coachen door haar vanuit haar kennis. Ik vind het dan ook geweldig dat ik haar ook heb mogen begeleiden op dit pad, in het online ondernemerspad, en ook om het Human Design aan te wakkeren bij haar, omdat ik zag dat ze daar gewoon heel veel kennis van had. Ze heeft inmiddels prachtige online programma's gemaakt en ze begeleidt dus andere mensen en dit doet ze door middel van haar online academie, waarbij iedereen die ze dan begeleidt bijvoorbeeld een persoonlijke pagina heeft en daar staat eigenlijk alle informatie op. Sabrina heeft ook een heel mooi artikel geschreven voor in het Powervrouwen magazine over Human Design natuurlijk, en bij dat fysieke magazine hoort ook nog een hele online gedeelte, en op die online pagina, daar vind je allerlei artikelen nog en het gratis programma Receiving the Day. En een van die artikelen is ook van Sabrina en gaat over de energie van 2024. Nou, dus meer over Sabrina vind je sowieso op de show notes pagina www.corinevanzoelen.nl/podcast-248. En je vindt het uiteraard natuurlijk ook in het magazine, powervrouwenmagazine.nl. En Sabrina heeft meegedaan met de online training om te leren hoe je een online programma kan maken op je eigen online platform. En mocht het zijn dat jij daar ook interesse in hebt, daar vind je alle informatie op, van ondernemer naar onlineondernemer.nl. Nou, ik wens je in ieder geval heel veel luisterplezier en mooie inzichten bij deze podcast. Vandaag heb ik een online afspraak met Sabrina van den Berg. Welkom. Hoi, leuk te weer te zijn. Ja, superleuk, want je bent al eerder in de podcast geweest. Ik zal later in de show notes nog de andere aflevering ook plaatsen. Dus dan kunnen mensen die eventueel ook terugluisteren. Voor degene die jou nog niet kennen, misschien is het leuk als je even kort voorstelt. Ja, nou ja, ik ben dus Sabrina van den Berg. Ik woon in een dorpje in Groningen, Zuidhoorn. En ik ben al jaren bezig met yoga en mediteren. Zo hebben we elkaar natuurlijk ook leren kennen in het programma van Yoga Docent naar Online Ondernemer. Toen kwam je er ergens achter dat ik wel iets wist van Human Design. En dat ik daar ooit het eerste artikel in de Happiness in 2007 op aan ben gegaan. En dat ik dat uitgebreid voor mezelf bestudeerd heb. Omdat ik een reflector ben. En dat is natuurlijk 1% van de wereldbevolking. Er zijn natuurlijk ook nog steeds miljoenen, miljarden, weet ik veel. Maar het zijn er nog genoeg. Maar we passen niet zo binnen de samenleving zoals die door generators en manifesting generators wordt gerund. Dus het was voor mij een heerlijke bevestiging over hoe ik in het leven sta. En te zien dat ik dat eigenlijk nog weer meer mag volgen. Dus daar ben ik lekker voor mezelf mee bezig geweest. En ik heb dat benut in in de opvoeding van mijn kinderen, en die zo'n puber waren. En en toen vroeg jij van, vertel je er eens wat over. En kun je me er wat meer over uitleggen? En toen zei jij, nou nee, moet je ergens anders naartoe gaan. En dat heb ik toen gedaan. Echt, ja. Eindelijk bleek dat jij maar gewoon wel veel meer uit kon leggen. Ja. Dus kwam ik daar toch weer bij jou terecht.
Ja, en zo heb je me op een totaal ander traject getrokken dan dat ik ooit gedacht had dat ik terecht zou komen. Ja, maar heb je er spijt van dat ik dat gedaan heb? Nee, absoluut niet. Nee, ja. Zeker niet. Nee, het is echt heel erg leuk om, om er dieper in te duiken, ook te laten zien. Ik denk, het gaat natuurlijk toch ook in de kern waar het bij mij altijd over gaat, van hoe kom je zo dicht mogelijk bij jezelf, hoe kom je in een leven van vertrouwen en overgave. En laat je licht schijnen. En dat is eigenlijk het Marianne Williamson citaat van laat je licht maar schijnen en wees niet zo bang voor je schaduw. En daar gaat dit ook over. Dus het is gewoon een weg naar de bron. En dat is het eigenlijk. Ja, waardoor eigenlijk alles toch weer samenkomt wat je eigenlijk allemaal doet. Want alles heeft te maken met die terugkeer naar de bron eigenlijk. Dus voor jou is zeg maar human design daarbij een middel. Dus jij zei net al van de reflectors die leven in de wereld van de generators en de manifesting generators. Dus is het dan echt zo erg dat het, omdat dus de meeste mensen generator, manifesting generator is het dan het hele leven eigenlijk ingericht op generators, manifesting generators? Moet ik het zo zien? Ja hoor, wel het overgrote deel. En is je... Ik denk dat daar de maatschappij op gebouwd is. Maar die bouwen ook, die zetten ook dingen neer. Dus dat is ook logisch dat we dan door hun bouwwerken heen lopen. En dat is natuurlijk alleen... Het gaat erom dat ze door een stuk bewustwording eigenlijk leren van... Goh, naar welke gids luister ik? Dus welke projectors luister ik naar? En nodig ik de wijsheid van de projectors uit? Want... Projectors zijn degene die eigenlijk heel erg geïnteresseerd zijn in hoe het als mens werkt. Dus veel psychologen en psychiaters zullen vast en zeker projectors zijn. Maar je hebt dus van die mensen die dus eigenlijk daar heel erg op induiken. En daar moet je eigenlijk van benutten. Moet je eigenlijk hun kans benutten dat je van. Maar die mogen alleen maar praten als je ze uitnodigt. Mm-hmm. Dan krijg je het ook echt binnen. Dus als je zegt van goh, ik ben wel benieuwd naar jouw visie. En dan komt er wat. En dat geldt natuurlijk ook in hoeverre nodig je een reflector in je leven uit. En kun je dat handelen? Want niet iedereen kan dat handelen dus. Of is het misschien de specifieke reflector Sabrina die ze niet kunnen handelen? Of zijn dat ook bij andere reflectors? Nee, het heeft ook te maken met hoe je... Kijk, wij zijn natuurlijk, omdat we hetzelfde... Dat we in onze reincarnation cross, dus onze zon-aarde-activaties... hetzelfde zitten. Niet helemaal hetzelfde, een beetje omgekeerd. Maar omdat ik van februari ben en jij van november. Maar ja, dat versterkt elkaar. En voor sommige mensen is dat een beetje te veel enthousiasme of... Ik kreeg er straks ook even een berichtje van... lekker hoor, op jouw... Ik was voor iemand iets aan het maken. Zeg, wat lekker op jouw manifesting generator energie te werken. En toen vertelde ik wat ik gemaakt had. Dus dat is allemaal wel een beetje erg veel. Vooral. Maar dan denk ik, dan ben ik haar natuurlijk aan het verdubbelen. En dan... Dit zei het al veel. Ja, ik vind ook niet altijd... Ik maak ook altijd overal alles te veel van. Maar ik weet inderdaad ook, als ik dingen van jou terugkreeg... dat ik echt dacht, wat? Ik snap er helemaal niks van. Want dan is het ook zoveel, inderdaad. Dat ik het ook niet kon handelen. Ja, het is gewoon veel, ja. Maar even kijken. Dus als je kijkt, we hebben het natuurlijk wel al eerder gehad... over inderdaad de verschillende types. Maar misschien is het ook goed om te kijken... wat allemaal ons nog meer beïnvloedt. Want je hebt natuurlijk de dagenergie wat ons beïnvloedt... maar ook de energie van het jaar waarin we leven. We hebben natuurlijk onze eigen solar return die iedereen heeft... voordat hij weer jarig is en weer een nieuwe cyclus start. Dus... hoe hebben al die dingen invloed op je? En waarom is dat dan bij de een anders? Bijvoorbeeld zo'n dagenergie of zo'n jaarenergie dan bij de ander? Ja, ik denk dat je de energie van het jaar... Nee, laten we maar beginnen bij de uitwisseling met mensen. Dat is het makkelijkste. Ja. Want
Je ziet, met sommige mensen heb je een klik en met andere mensen gaat het veel moeizamer. En dan denk je, bent toch een leuk mens? Waarom heb ik met sommige mensen gewoon geen klik? Maar dan heb je dus veel minder van die verbindende lijnen of versterkende poorten, dat je dezelfde soort poorten hebt. En de grap is bij ons is natuurlijk, we hebben ook poorten samen, waar bijvoorbeeld we strijd zouden kunnen hebben over wie de leiding heeft. Mm. Maar nou ja, dus bij ons valt dat gewoon reuze mee. Ik heb het wel eens met iemand gehad en die, nou ja, dat werd altijd van, ik wil de leiding. En dat ze dan, ja, dat was altijd een beetje meer spanning. Dus dat, je doet al iets met elkaars energie. En dat zit dus in die verbindende lijnen of elkaar versterkende poorten. Dus dat je van de ene centrum naar het andere centrum dus lijntjes met elkaar maakt. Of dat je dus eenzelfde activatie hebt in zo'n energiecentrum. Dus daar voel je het al in. Nou, dan komt er eigenlijk dus bij, hè? En dat is dus eigenlijk ook waarom Ra eigenlijk zegt van, probeer zoveel mogelijk jezelf te zijn. Probeer je strategie en autoriteit te volgen. En ben je bewust van je vier wegen van transformatie, waardoor je zo dicht mogelijk bij jezelf kunt blijven in allerlei situaties. En dan heb je natuurlijk mensen die je schaduwkant losroepen of noem maar op. Maar dan komt er eigenlijk, zeg van, goh, wat gebeurt er op een dag? En hoe is die energie van de dag? En waar staat de maan, waar staan de zon en de aarde en de planeten? Hè? Nou ja, jij hebt altijd Mercurius natuurlijk, als die retrograde gaat, dat alles lekker vastloopt op de computer. Ik bedoel, dat is een algemeen kenmerk. Maar Mercurius is natuurlijk een boodschapper van de goden. En die geeft eigenlijk aan van, goh, wat zou de onderliggende boodschap zijn? Wat moet je eigenlijk krijgen? En als die retrograde gaat, heb je nog even tijd om het nog een keer te doorvoelen. En dan gaat hij weer actief. En dan kun je denken, nou kan ik het allemaal toepassen. Ja. Dat zou het mooiste zijn. Maar dan moet je dus wel weten wat er gebeurt en wat dan de specifieke kleuring is van Mercurius op dat moment. Ja. En dat is eigenlijk ook, ja, ik bedoel, als je ziet hoe de maan ons beïnvloedt en hoe dat invloed heeft op de waterstand en noem maar op, dan kun je dus voorstellen dat waar de maan staat gewoon ook van invloed is op hoe we communiceren en hoe het gaat. En ik vind het dan dus bijvoorbeeld heel erg lekker, heb ik gemerkt, om als de maan in poort 9 staat, dat ik dan mijn nieuwsbrief schrijf. Dan vliegt die uit mijn vingers met dat kanaal van focus en concentratie. En dan Oh, wat goed. En dan denk ik, weet je, dan kan ik dus wel gaan inplannen. Dat moet ik op maandag in die en dietje, de tweede maandag van de maand doen. Maar dan kan ik vreselijk zitten worstelen, want dan komt er niks uit mijn vingers. Ja. Terwijl als ik dat met de juiste maanstand doe, dan. En dat noem ik een beetje het surfen op de golven van de energie. Ja, maar kijk, nu zijn er natuurlijk mensen die thuis luisteren en die denken dan van, oh, maar als die bij mij dus in maan in 9 staat, kan ik dan ook goed schrijven? Is dat dan zo? Of is het dan echt alleen bij jou zo, omdat jij als reflector leeft met het ritme van de maan? Ja, ik leef natuurlijk met het ritme van de maan. En bij mij is mijn openheid voor de stand van de planeten. Hè, bij reflectors is dat eigenlijk, we hebben voor, als we hem goed benutten, is ons energieveld natuurlijk een beetje meer een soort teflonlaagje voor de energie van de wereld om ons heen. Mm. Wat we vaak gedaan hebben om goed te overleven, is dat we een gigantische openheid gecreëerd hebben om overal af te tasten en te voelen. Dus de meeste reflectors die dus moeten gaan leren ontdekken hoe ze die teflonlaag inzetten en eigenlijk gewoon observeren wat er om zich heen gebeurt. Mm-hmm. In plaats van erop mee te gaan. Maar we hebben dus een grotere openheid dan de andere types voor de stand van de planeten. Dus dat is de theorie, hè? Maar ik kan natuurlijk nooit voelen wat jij voelt. En jij weet niet hoe het voor mij is. Het laatste had ik, nou ja, iemand bij jou met het Powervrouwen tijdschrift, die zei tegen mij, ja, maar ik heb 7 kanalen. Ik zeg, ja, daar kan ik wel iets over zeggen. Maar ik weet natuurlijk eigenlijk helemaal niet hoe het aanvoelt om een kanaal te hebben wat altijd aanstaat. Want dat heb ik niet. Nee.
Ik weet alleen hoe het af en toe aanvoelt. Ja. Hoe dus inderdaad dat kanaal van concentratie dan af en toe bij mij aanstaat. Oh, oké. Okay. Wel grappig. Want ik heb natuurlijk dat kanaaltje wel, die 952. En ja, ik ben altijd met mijn hoofd overal en ergens. Maar ik kan me wel echt helemaal concentreren als ik met iets bezig ben wat ik me heel interessant vind. Dus ook toen ik bijvoorbeeld dat magazine aan het maken was. Ja, ik ga daar gewoon tot 3:30, 4 door. En dan ben ik gewoon helemaal blij. En dan, ja, en dan is gewoon die tijd vlieg voorbij. En denk, oh mijn god, is het al zo laat? Maar dan ga ik helemaal voldaan slapen. Dan ben ik gewoon helemaal blij. En denk, oh, ik ben al zo ver. En het is echt, wordt zo mooi. En bla bla bla. Super geconcentreerd. Terwijl ik op andere momenten totaal niet kan concentreren. En op school kon ik me ook niet concentreren. Nee, maar dat is niet boeiend genoeg dan voor je. Maar op het moment dat je dus, als je als manifesting generator echt ergens ja tegen zegt, en je hebt dus ook heel erg ja gezegd dat je dat tijdschrift ging uitbrengen, dan komt die stroom op gang van dat kanaal. Van ja, want ja, jij hebt daar met je sacraal keihard ja tegen gezegd. Ja, en ik voelde ook echt, oh, dat wil ik maken. En het was ook echt gewoon een magisch. Het hele proces was gewoon magisch. Dus er gebeurden allemaal hele bijzondere dingen. Dus ik vond het ook echt gewoon heel tof om hem te maken. En dus daar heb ik ook echt van genoten. En nu denk ik ook echt, ik wil gewoon weer iets nieuws creëren. Dat heb ik dan ook altijd weer. Dat ik dan denk, oh, nu zit ik weer even met mijn to-do-lijstjes. En dat is helemaal niet zo leuk. Nee. Dus en voor mij was het ook heel goed om even weer te voelen hoe het is om weer iets te creëren. Ja, dus, ja. Dat zijn natuurlijk ook jouw 1 en 2 die dan helemaal blij worden, hè, van creatie. En je scheppingskracht dat helemaal vormt. Nee, dat was echt dat. Dat ik echt gewoon weer voelde inderdaad hoe blij ik ervan werd. Ja. Dus oké, dus dat is dus niet voor iedereen. Dus als die maan in 9 is. Want dan is het, voor niet iedereen wordt er een kanaal geactiveerd. En dus het is net maar een beetje van hoe gaat dat door je heen. Maar die energie heeft wel invloed. Ja. En ben je volledig onbewust, dan heb je dus hebben mensen dus de neiging om de energie van de stand van de planeten gewoon helemaal uit te leven. En dat, dus dan worden zijn ze daar wel. Ja, en dan ga je eigenlijk steeds kopje onder in die energie die er allemaal speelt. Zonder dat je eigenlijk weet waardoor het komt, zeg maar. Ja, waardoor het komt. Terwijl als je dus dicht bij jezelf probeert te zijn en dus je strategie en autoriteit volgt en dus voelt van, oké, moet ik inderdaad naar die sacrale respons luisteren of moet ik gewoon wachten met de emotionele golf of moet ik, zeg ik heel erg intuïtief in het ja, in het nu ja of nee tegen iets, weet je, dat helpt om dichter bij jezelf te blijven. En maar dan nog denk ik dat het heel erg leuk is om de energie van het moment te benutten. Zoals in de mindfulness John Kabat-Zinn zegt van dat als je met aandacht leeft, dat je leert surfen over de golven. Zo kun je ook met aandacht leven en surfen over de golven van de stand van de planeten. Mm-hmm. Ja. En kun je dus ook dingen plannen. En soms gaat het dus ook vanzelfsprekend. En kun je er eigenlijk wel om lachen hoe het uitwerkt? Ik vond dat zeg maar, terwijl ik al bij jou in dat traject zat om online ondernemer te worden, was op een gegeven moment had ik een jaar dat de Money Channel geactiveerd was. En ik dacht, yes, nu gaat het helemaal los. Nu komt het schip met grote geld binnen, want ik heb dit jaar het Money Channel. Ja. Ik weet nog dat jij dat zei. En het stond ook voor samenwerkingen. En uiteindelijk. Ja, het gaat over beschikbare energie. En welke energie kwam er beschikbaar? Dat was om hier heel de bovenverdieping op te knappen. Alle tapijten, alle ondertapijten eruit. Alles van de muren af. En kamer voor kamer. Nieuwe wanden. Nieuwe vloerbedekking. En nieuwe cv's. Noem maar op. En toen denk ik nog eens een keertje, lezen de Money Channel, waar gaat het over? Ja, beschikbare energie.
En dan kijkend naar de mensen met wie ik het deed, hadden we dus gewoon allemaal daar een deel van of het hele kanaal beschikbaar. Ik bedoel, ik heb het met een manifester, een manifesting generator en een projector gedaan. En we hadden allemaal, hadden we daar wat van. Ja, dus soms kun je het inderdaad ook anders interpreteren. Dus het is daarom ook niet echt een voorspelling of weet ik veel wat, hè? Wat heel veel mensen natuurlijk denken, net als bij de astrologie. Nee. Nee, ik weet het niet hoor. Dat kijk, in de Ayurvedische astrologie zit zoveel oude kennis verborgen. Dat die wel hele specifieke voorspellingen kunnen doen. Hè, we hebben het wel eens over mijn geboortetijd gehad. Hè? Dat ik en ik had altijd een tijd in gedachten. En ik weet dat zeg maar op 7 uur 25 en 23 seconden verschoven de planeten. Dan zou ik een generator zijn geweest, hè? Met één kanaal. En dus ik heb toen bij een Ayurvedische astroloog heb ik mijn geboortetijd laten checken. En die zegt dan, ja, maar je hebt dochters, dus ja, je kan niet voor 19 uur 20 geboren zijn. Tot na 19 uur, nou ja, na 7 uur 20, dat moet ik zeggen. Ja. Dus, maar dat zou ik niet weten hoe je dat uit je human design kaart moet halen. Nee, dat gaat zo ver en diep erin dat ja, maar die kan, ja, dus die gaan veel verder daarin. Ja, dus je kunt dus zeg maar, je hebt je chart, dat is dus waar je uiteindelijk mee geboren bent. Dus dat is de energie die in jezelf zit. En die verandert dus doordat je bij een ander bent. Want daardoor heb je dus of een kanaal wat je samen maakt, of je hebt samen dus inderdaad gates die overlap hebben. De dagenergie kan dus inderdaad invloed hebben. Ja, maar dus en we hebben het wel eens een keer ook voor jou gekeken, hè? Dat van wanneer zijn het wat ik dan zo stiekem weg Sphinxweken zijn. Oh ja. Hè? Dus dat is dat als er. En niet iedereen die in die week geboren wordt is een Sphinx. Hè? Maar dat zijn, hè? Dat is de 13-7-1-2. Maar er zijn 4 weken van in het jaar. En een gedeelte daarvan, in het midden ongeveer, dat zijn de Sphinxen. Want dan staat zeg maar 3 maanden daarvoor staan de kanalen ook in de Sphinx zon en aarde. Ja. Nou, ik moet zeggen, als ik inderdaad in zo'n Sphinxweek zit, ik voel me dan wel echt heel goed. Ja. Dus, ja. Niet dat ik me anders niet goed voel hoor, maar. Nee, maar het is net of je een extra boost krijgt eigenlijk. Ja, dus en ja. Dat is dan natuurlijk ook altijd rond mijn verjaardag. Dus of dat dan is rond je verjaardag of zo. Maar ik heb dat inderdaad ook wel eens in andere weken. En toen bleek het inderdaad een Sphinxweek te zijn. Dus wat de Sphinxweken voor dit jaar zijn, zou ik niet weten. Dus dat zou ik inderdaad even uit moeten zoeken dan. Maar dus, ze zitten altijd een beetje rond dezelfde tijd. Hè? Want dat is zeg maar, net zoals het Human Design nieuwjaar ergens zo rond 22 januari zit. Zitten de Sphinxweken zitten echt ook rond de grote overgangen in het jaar. Dus volgende week met het Keltisch feest van in Bolleke krijg je eigenlijk dat. Dan heb je de. Begint de eerste Sphinxweek met de 13 in de zon. Oh, dus ik heb bijna weer een Sphinxweek. Je hebt bijna weer een Sphinxweek, ja. En dat is gewoon wel heel leuk van om te voelen van, oh ja, weet je, zo kun je dus zien van ook dat soort weken ga ik gewoon heel erg lekker. En dat en daar heb ik natuurlijk voor ons twee uitgezocht. Maar dat zou natuurlijk iedereen kunnen zien van, goh, wat zijn weken waarin ik echt lekker tot mijn recht kom. Ja, precies. Ja, want dan heb je dus meer dat je gaat kijken naar het hele jaar. Hè? Dus wat is dan de energie die bij een jaar hoort? Dus je hebt ook een artikel geschreven voor in het Power Vrouwen magazine. En je hebt 2 artikelen geschreven. 1 voor in het fysieke magazine. En 1 voor in de online versie die mensen erbij krijgen. En daarin heb je eigenlijk meer. In het fysieke magazine meer over het ondernemen en human design. En in het online gedeelte meer over de energie van 2024.
Dus ja, ik zou tegen iedereen moeten zeggen, ga sowieso het magazine lezen en dan krijg je dat artikel erbij. Maar kun je wel al iets kort vertellen dan over die energie? Want jij zei net al, 22 januari is het nieuwe jaar ingegaan voor Human Design. En dus wat kunnen we qua energie dan eigenlijk een beetje verwachten? Ja. Nou, wat je dan eigenlijk kijkt, dan staan de zon en de aarde staan eigenlijk altijd op dezelfde plek. Hè? Dan staan ze in de 41 en de 31. Zeg ik dat 31 goed? Ja, in 41, 31 staan ze op dezelfde plek altijd. Dus die energie is dan hetzelfde. Dus wat dan interessant is om te kijken van in welke poort staat dan de maan? En wat is dan eigenlijk de drijvende kracht voor het jaar qua maanenergie. Hè? Dat dus de maan stuwt echt dingen op en die doet. En ja, ik vind het dan zelf altijd erg leuk om naar Mercurius te kijken. Zo van, nou, wat is de achterliggende boodschap voor dit jaar? En welke kant gaan we op? En wat heeft... hoe komt er een beetje meer liefde in de wereld met Venus? En wat voor onverwachte dingen gaat Mars doen? En dan eigenlijk ook voor de business van waar floreert je business met Jupiter dit jaar mee onder. En daarnaast heb je dan de maansknopen die dan heel erg gaan over wat is het algemene, ja, wat voor kleur heeft het toneel, zeg maar. Hè, hij begint zeg maar in de 51 dit jaar, zeg maar de zuidelijke maansknoop is altijd de eerste helft van het jaar. En dat is dus een intuïtieve gate in het mailcentrum. Het is ook een dubbels hout. Mm-hmm. Dus dat is echt heel leuk. Het is een hele blijmoedige energie. En dan de tweede helft van het jaar gaat hij naar het hartgebied. En dat is juist donder. En dan krijgen we het gedonder in de voorronde. Maar dat is dus een beetje, dat is meer dat er onverwachte dingen kunnen gebeuren. Maar dat kan natuurlijk op alle vlakken zijn. Hè? Dat is net zoals ik dat Money Channel zeg. Maar ja, het is niet het schip met geld is binnengekomen, maar er is iets anders vrijgekomen. Dus wat er dus als donderslag bij heldere hemel ons dan gaat gebeuren, of wat er aan energie binnenkomt, dat zien we dan. Maar die 57 van de zuidelijke maansknoop, ja, dat is natuurlijk, 57 moet ik zeggen, van de... Ja, 57. Dat is echt natuurlijk super interessant om te zien van wat gaat er allemaal groeien, wat gaat er ontluiken, welke hoopvolle, blijmoedige energie gaat er vrijkomen. Ja, en dat is meestal, dat is het toneel, laat ik het zo zeggen. Hè? Dus als je dat lichtgroen zou zitten, dan zie je ons allemaal over een lichtgroene grasveld met lichtgroen ontluikende blaadjes aan de bomen. En dan is er eigenlijk de tweede helft van het jaar, dan loop je meer in een dennenbos of... misschien dat je dan hier en daar een zonnestraaltje ziet. Of dat is wat. Het is gewoon een ander soort energie. Ja. En daarop spelen dan de andere planeten hun verhaal uit. Mm-hmm. Die dan in het. Ja, hoe ze daar dan in staan. Ja. Oh, nou, bijzonder. Dus in het dennenbos, daar kunnen we de donder verwachten. Een schok, maar ja, je kunt het ook zien. Het is ook verbazingwekkend als je de staatsloterij wint of zo. En dat, dat kan ook natuurlijk. Ja, weet je, ik denk laatst was er zo'n reclame en zegt zo'n meneer die wint een gigantisch bedrag. En die zegt, ja, ik wil er nog een pizza over. Ik denk, nou meneer, dan heeft hij nog... Duizenden euro's. Die zag ik ook overkomen. Die zag ik inderdaad ook. Ik dacht, nou, die kan je wel wat meer verkopen. Je kan een pizza kopen met een huis erbij. Ja, je kunt een huis van de pizza overheen kopen. Ja. Oh ja, nee, dat was wel heel grappig, inderdaad. Dus dat zou ook nog kunnen. Prijs winnen. Ja, dus het is in ieder geval iets, een nieuws wat een beetje met een schok binnen kan komen. Dus het kan positief of negatieve schok zijn. Ja,
Ja. Ja. En als je dus in alignment bent, dus als je goed je strategie en autoriteit volgt, dan zou je dus alle... Dan kom je eigenlijk in de flow van het leven en dan brengt het leven ook allemaal leuke dingen op je pad. Ja. Ja, nou, want heb jij niet dan, tenminste zo ervaar ik het, dat als ik inderdaad dus gewoon doe waar ik dus blij van word, dus net als net met dat magazine maken, dan komt alles ook in de flow. Terwijl als ik inderdaad dingen doe die, net als nu met de doellijstjes, die ik dan niet zo leuk vind, dan vind ik het ook niet erg om te laten liggen of door te schuiven tot morgen. Ik maak gewoon gezellig podcast opnemen. Maar in ieder geval, dat... Kijk, soms moet je dingetjes inderdaad, moet het, kan niet anders. Maar als je inderdaad gewoon doet wat je leuk vindt, dat eigenlijk ook de drijvende kracht mag zijn achter alles. Ja, ja, dat je plezier hebt in wat je doet. Maar dat is denk ik om plezier en om gemak. Maar jij hebt plezier in iets anders dan waar ik plezier in heb. Ja, dat is waar. Maar als iedereen doet waar hij plezier in heeft, dan is het toch ook al helemaal prima. Dus waarom zou je een baan hebben op kantoor die je niet leuk vindt? Dan kan je toch gewoon beter iets doen wat je plezier in hebt. Want dan trek je toch ook de juiste energie aan. Dan gaan de juiste mensen naar je toe. Tenminste, ja, zo zie ik het. Ja, ja, of je maakt een verschuiving in van waaruit je het doet. En als je dus het doet vanuit jouw meest wezenlijke energie, dan heb je plezier in heel veel dingen die je ook in je to-do-lijstjes. Dan voel je waar dat toe dient. Ja. Weet je, ik, voor mij is dat altijd het voorbeeld van de dames van de toiletjuffrouwen op Utrecht. Ja. Ik weet niet of je dat nog kent. Vroeger was dat zo dat je dan zo'n trap af, een beetje midden in die hal, zo'n beetje donker, smal trappetje. Maar die dames hadden bloemetjes en kaarsjes en die wisten precies al hun vaste klanten. En die hebben daar echt iets van gemaakt. Dus dan gaat het dus niet om welke job je hebt, maar dat gaat erom hoe jij daar jouw blijmoedige energie mee naartoe brengt. Ja, precies. Maar dat bedoel ik eigenlijk ook een beetje. Kijk, ik heb inderdaad die to-do-lijstjes. En ik vind uiteindelijk, als ik ermee bezig ben, ben ik helemaal blij. Hè? Dus ik ben ook blij als ik mijn administratie weer af heb en dat soort dingetjes. Maar ik bedoel meer dat als je inderdaad doet waar je blij van wordt, dat altijd, dan straal je dat ook altijd weer uit aan anderen. En dan zit je op je plek. Dat is in ieder geval het idee wat ik heb. Ja, en dat zeg maar op de juiste plek zijn is natuurlijk ook iets wat je uit je Jung Design kaart kan halen, op wat voor soort plekken jij eigenlijk het best tot je recht komt. En niet dat je er dan altijd moet zitten, maar dat je daar wel de inspiratie vandaan haalt. En de moed en de energie en de kracht om de dingen te doen die je te doen hebt staan. Omdat je in die verbondenheid met jezelf zit. Mm-hmm. Ja, mooi. Ja, en dat bij mij is dat die wet kitchen, toch? Ja. Ja, maar ik bedoel, er zijn ook momenten dat het goed is dat je even uit de keuken gaat waarvan alles nog wat gecreëerd wordt. Want anders dan zou je ook, is het ook bij jou op een gegeven moment de motor leeg. Ja, dat is waar. Nee, maar ik bedoel dat inderdaad sommige mensen weten, jij hebt die Passive Mountain. Hè? Jij moet op die stille berg. Ja. En ik mag meer in die natte keuken staan. Ja. ja, het is ook gewoon heel boeiend om te zien als je dus inderdaad in een niet zo voor jou passende omgeving bent. Ik weet ook niet hoe ik dat heb verzonnen hoor. Maar ik ben op een gegeven moment zijn we langs de Moezelwezen fietsen. Nou, ik ben dus echt geen vallei mens, hè. Uiteindelijk heb ik Michiel ergens een berg opgejaagd om op het hoogste punt te zijn. Nou, onze elektrische fietsen, maar wij zelf ook, waren helemaal kapot bovenaan gekomen. En toen was ik met de mensen. Toen had je wel die Passive Mountain natuurlijk. Nou ja, ik ben ooit in Noorwegen geweest. Ik voelde me daar dood ongelukkig. Ja. Met die bergen, wat rijden. En we bleven maar rijden. En elke keer waren we er nog steeds niet.
En ik vond het wel heel interessant om te weten dat inderdaad met die wet kitchen, dat dat dus van alles kan zijn. Dus dat dat inderdaad in Turkije voelt dat zo, omdat daar gewoon heel veel verschillende mensen ook zijn. En ik zit daar ook in de buurt in het water. Maar ook als ik inderdaad op de Veluwe ben, dat ik dat ook ervaar. Terwijl ik dus dacht van ik moet per se in de buurt van het water zijn. Totdat jij zei, nee, als er inderdaad ook verschillende mensen zijn of verschillende plumage, dan is dat ook al oké. Dus, en daar voel ik, zit ik natuurlijk wel op een soort van heuveltje. Maar daar voel ik ook dat er allerlei processen gaande zijn die verandering teweeg brengen. Ja. Dat is natuurlijk ook gewoon heel fijn. Ja. Ja, en dat heb ik daar ook. Dus wat dat betreft ben ik wel heel blij met mijn plekjes, zeg maar, om te zitten. Ja. Maar dat is dus ook, hè, dus wat doet dus die energie van zo'n plek voor je? En wat doet de energie... Nou ja, en zo kun je eigenlijk iedere keer voelen van dat alles energie is. En dat alles energie, elke energie invloed heeft. Ik bedoel, het is ook gewoon, het zou ook super grappig zijn om ook nog naar, weet je, naar het startmoment van je glossy te kijken. En dan kan je ook zien wat voor energie een project met zich meebrengt. Ja. Ja. Of de start inderdaad, als mensen nu weer bij jou een programma starten. Dat is die begindatum geeft wel een energie mee waarmee je dat project gaat doen. Ja. En dat is leuk als je, om dat iedere keer mee te nemen. En ik weet dat je die data altijd zorgvuldig kiest. Lanceringen, weken en zo. Maar nee. Want dan surf je, dat is echt surf, maar dan geef je ook de anderen ook iets mee qua energie voor zo'n project. Ja. Ja. Ja, dus dat is wel mooi. Ja. En ik vind zelf dus, ik weet het dus ook niet hoe dat voor de andere types helemaal precies werkt. Vind ik dus een solar return echt ook wel heel bijzonder hoe dat altijd werkt. Dus dat is je persoonlijke jaar die eigenlijk voluit inkikt op je verjaardag. Of eigenlijk op het moment dat de planeten staan, de zon en de aarde, zoals het ook stond met je verjaardag. En dan alle andere dingen verschillen dan. Dus de zon en de aarde staan dan precies hetzelfde als toen je geboren werd. En dan staan de maan en de maansknopen en alle andere planeten staan gewoon op een andere plek. En dat geeft een bepaald thema, geeft een bepaald gevoel mee voor het jaar. En dat ik vind dat eigenlijk nog belangrijker dan dat je zegt van wat is mijn thema van 2024? Maar dat je kijkt naar wat is mijn thema van mijn levensjaar op dit moment. En die energie is eigenlijk voluit 9 maanden lang. En dan... Zeg maar voor mij, zeg maar in de week dat jij jarig bent, start zeg maar een gedeelte van het nieuwe jaar voor mij. Mm-hmm. Maar alleen aan mijn fysieke kant. Dus dan heb ik echt 3 maanden dat mijn energie anders is. Dus die van november tot februari is voor mij anders. En dan kikt weer de volledige energie van het jaar in. En is ook de andere kant ook aangepast. En, ik vind dat dus altijd even wennen aan hoe die energie werkt. Ik vind het ook altijd dan heerlijk om even echt volledig de ontspanning in te gaan. En dat ik echt voel van dat ik echt even tijd kan nemen om die energie te laten bezinken. Ja. En dat is dus voor iedereen anders. Want voor jou is dus zeg maar beginnen die 3 maanden dus veel eerder. Dan die beginnen in augustus. Ja. En dan heb je dus 3 maanden dat je energie anders is. En dan ga je van november tot augustus kun je weer helemaal voluit op eigenlijk op de energie van dat jaar. Ja, dat is wel grappig. Want jij zegt altijd inderdaad geen beslissingen nemen vanaf augustus. Maar ja, ik heb natuurlijk nu best wel beslissingen genomen ook. In die periode ook door dat magazine te gaan starten. Dus dat is wel grappig. Kijk, het is wel zo dat als je vanuit je basisenergie voelt dat je echt die ja voelt, dan is het ook voor de lange termijn. Want ik bedoel, dan zou ik ieder jaar moeten kijken of ik het nog wel leuk vind om getrouwd te zijn. Ja, dat is wel goed om iedere keer weer opnieuw voor elkaar te kiezen. Dat is wel goed hoor. Wij deden dat wel, hè. Dan gingen Danny en ik samen uit eten en dan gingen we een soort van evaluatie doen.
Dan, aan het einde, nou oké, okay, we doen het nog een jaartje erbij. Dus dan weet ik nog wel eens dat hij dan tegen die ober zei van... dan zei hij tegen die ober van nee, kan nu niet... ik heb besloten, we gaan nog maar een keertje verder. We doen nog even langer. Oké, ja, fijn. Dus dat, nou ja. Ja, voor ons is het eigenlijk altijd... dus dat vind ik eigenlijk zelf altijd wel grappig, dat de... dag dat we elkaar hebben leren kennen, eigenlijk het allerbelangrijkste is. Of ja. Dat vieren we ook veel makkelijker dan dat we onze trouwdag vieren. Uh-huh. Ja. Oh. Ja. Maar ik vind bijvoorbeeld ook, als ik heb natuurlijk wel sommige dingen nagekeken van gewoon ook met terugwerkende kracht. Weet je, in de jaren dat ik in verwachting ben geraakt. Hoe was toen dan mijn solar return kaart? En was altijd voor mij dan de 59-6 geactiveerd. En omdat je dat natuurlijk dan... Dus dan denk je van, nou ja, dan kan er een kan er weer een kind bij. Ja. Maar toen wist je dat nog niet natuurlijk. Nee, toen wist ik dat nog niet. Maar ook bijvoorbeeld, ik heb ook nog weer eens een keer naar de energie gekregen. Ik ben natuurlijk op die pelgrimstocht geweest. Ja. En het jaar in 2013 was mijn jaarenergie. Had ik dus een hele duidelijke lijn met mijn sacraal. Dus ik kon, en dat was maar goed ook, want je maakt natuurlijk op zo'n dag dat je onderweg bent in je eentje lopend, maak je 20.000 keuzes. Dus het was heel fijn dat die sacrale energie beschikbaar was. En mijn planning was om het jaar daarop af te maken. Want ik heb dat in twee etappes gedaan. Eerst tot Italië en dan. Maar 2014 had totaal niet die sacrale energie beschikbaar. Het was een hele andere energie. En het was maar goed dat ik daarmee heb kunnen dealen. In 2015 had ik weer chakra, maar ook niet in het voorjaar, maar in het najaar. Dus ze hadden ook de noordelijke maansknopen hadden daar meer invloed op, dat ik daar, toen had ik zoiets van, oh, nou kan het weer. Ja. Nou, en natuurlijk is het dan, dat beslis ik niet aan de hand van die kaarten, maar als je dan terugkijkt, dan denk je van, oh ja, weet je, de dingen die kloppend zijn, kun je heel duidelijk eruit halen van, oh ja. Dit maakt het kloppend en passend. Ja. Ja, en dat is altijd achteraf dan natuurlijk. Dan is het een mooie bevestiging, want dan kun je het ook inderdaad interpreteren beter. Ja, weet je, dat is misschien als je er veel dieper in zit met nog meer astrologische kennis en ayurvedische astrologie kennis, dat je er nog weer andere dingen uit kan halen. Hey, is er dan nog iets dat je denkt, oh, dat wil ik nog heel graag vertellen? Of dat is Corine vergeten te vragen? Nee, dat... heb je geen tegenwoordig gedichten? Ja, en nog leuke afsluitende vragen over wat voor kleur is je? Nee, ik vraag altijd meestal, hoe denk jij dat de nieuwe wereld eruit ziet? Ah, ja. Ja. Ja, het is, voor mij is de nieuwe wereld ziet eruit als een wereld waar we allemaal in verbondenheid met elkaar leven. Dat je echt voelt dat we allemaal onderdeel van hetzelfde zijn. En dat is echt de wereld waarin je elkaar geen elkaar niet meer de nek omdraait, zeg maar. Dat is alsof je je eigen hand zou afhakken. Dat doe je ook niet. En als je voelt hoe we allemaal met elkaar verbonden zijn, dan doe je dat niet meer. Nee, dat lijkt mij ook niet. Dat is die diepe verbondenheid en dan voelen dat we allemaal deel van hetzelfde zijn. Ja. Nou, en dat we allemaal eenzelfde soort verlangen hebben. Ja. Uiteindelijk willen we allemaal gezien worden, willen we allemaal geliefd worden. Ja. Ja, dus ik heb voor mezelf wel het gevoel gehad van, nou, aarde is gewoon het tweede chakra in het lichaam van God. Zo, weet je, het is gewoon het de planeet van verlangen. En we hebben allemaal eenzelfde soort verlangen naar liefde en verbondenheid. En heelheid, ja. Mooi. Nou, mooi om mee af te sluiten, Sabrina. Dus, dankjewel voor je tijd. En... ik zal inderdaad op de show notes pagina nog verdere informatie schrijven. Als mensen nog even meer van jou willen weten of een begeleidingstraject willen. Hartstikke leuk. Ja, het is altijd leuk om weer
een stukje met iemand mee op pad te gaan. En, ja, superleuk. En ook heel interessant. Dus interessant ook om jezelf beter te ontdekken, vind ik. Oké. Nou, is goed. Dankjewel. Ja, dat was Sabrina. Ik hoop dat jij net zo genoten hebt van dit gesprek dan ik. Ik vond het echt fantastisch. En mocht het zijn als je denkt, ik zou graag meer willen weten over Sabrina. En ik wil ook graag door haar begeleid worden. Check dan even de show notes pagina www.corinevanzoelen.nl/podcast-248. Heb je interesse om het artikel te lezen waar Sabrina in staat en het online artikel over de energie van 2024? Check dan powervrouwenmagazine.nl. En denk jij, ik wil ook graag ondernemen en online ondernemen? Check dan even de site van ondernemer naar online ondernemer, waarin ik je begeleid met jouw programma, met jouw online dienst die jij graag neer wil zetten. En niet alleen met de begeleiding en de coaching, maar ook echt je fysieke platform en je salespagina met technische support. Het is echt een training, een bedrijfstraining, waar je helemaal aan de slag gaat, ook met persoonlijke ontwikkeling, zodat je echt van het begin van een idee dat helemaal gaat uitwerken tot aan de verkoop en de marketing en de strategie. Dus het lijkt mij super tof om jou daar te mogen verwelkomen. Dus mocht je daar meer informatie over willen, check dan www.vanondernemer-onlineondernemer.nl. Nou, ik wens je in ieder geval een hele fijne dag en dankjewel voor het luisteren.